Ik ben Tessel Speelman en ik ben hier in mijn hoedanigheid als lid van het bestuur van de Waddenacademie. En binnen de Waddenacademie doe ik de geowetenschap. De Waddenacademie dat is een instantie die onderdeel is van de KNRW, die opgericht is om ervoor te zorgen dat de kennishuishouding van het Waddengebied verbetert. Dus dat eigenlijk alle data, informatie en kennis die beschikbaar is over het Waddengebied zo goed mogelijk ontsloten wordt en gebruikt kan worden voor het behoud en beheer van het Waddengebied. Die is als volgt. Ik ben in Friesland geboren en in mijn jeugd veel op vakantie geweest op de Wadden, ook gezeild en gekampeerd en al dingen meer. Maar het meest bijzondere is eigenlijk dat ik, voor mij althans, is dat ik ben hier in Groningen geologie gaan studeren. En dat is eigenlijk, dat kan ik niet meer, dat komt er nog. Dat is een vak waarbij je de aarde waarneemt. En toen ik ermee begon, associeerde ik dat ook van, nou, dan ga ik allemaal grote reizen maken en ik ga overal werken. Dat is ook gebeurd. Ik heb overal op de wereld gewoond en gewerkt. En bergen bekeken en beklommen. Maar ik had hier ook een hoogleraar, dus in het begin van mijn geologiestudie, die zei van, oh, je bent wel op de Wadden geweest en zo. Zei, ga maar eens een keer mee, dan leer ik je geologisch kijken. En toen zijn we dus inderdaad over de dijk geklommen en het wat opgelopen. En daar heeft hij me laten zien van dus dat eigenlijk het waddensysteem een heel dynamisch, actief systeem is, wat van minuut tot minuut verandert. Dat door het water, door de wind, door de golfwerking. En dat je daar eigenlijk geologie in de praktijk ziet. Dus echt actuele geologische processen. En dat heeft inderdaad, daar heb ik heel veel van geleerd en ook heel veel genoegen aan overgehouden wat betreft het Waddengebied. En nu, zeer veel later en een beetje aan het eind van mijn actieve loopbaan, ben ik in de gelegenheid om alles wat ik te weten ben gekomen in de loop van mijn leven, om dat dan weer een keer van toepassing te